Ik heb nog nooit. Ik heb nog nooit, ja. Het is een heel simpel spelletje. Jullie zien hier een bordje wel gebeurd, wel gedaan op de grond liggen. En nooit gedaan. Ik heb een aantal stellingen en dan mag je gewoon zeg maar daarop gaan staan of het wel of niet gebeurd is. Oké. Ready? Yes. Mijn eerste. Ik heb nog nooit iets gejat uit een winkel of zo. Ja, dat heb ik wel gedaan, ja. Ja, dat is... Kijk, hier staan de brave borsten. Femke, wat heb je gejat? Snoepjes. Snoepjes? Snoepjes. Oh, ja. Telt dat, is dat ook? Ja, natuurlijk. Oh, oké, okay, nou dan... En Buddy? Ja, ik ook. Maar toen kwam ik thuis en toen zag mijn moeder dat ik snoepjes had. En toen zei ze, die heb je niet gekocht, hè? En toen moest ik het terugbrengen. Oh, pijnlijk. Ja, en toen moest je naar de winkel toe en dan sorry dat ik dit gejat heb. Dat was echt een heel pijnlijk moment. Want ja, dan ben je totaal niet meer cool. Nee. Dat is een pijnlijk verhaal. Jiva? Ja, ik tel snoepjes niet mee. Hoezo niet? Ze liggen daar gewoon. Ja, maar dat dus is niet van jou. Je kan niet met zo'n dingen jatten. Nou ja. Schande, echt waar. Oké, kom even hier staan weer. Ja. Ik heb nog nooit een cadeau dat ik kreeg teruggebracht of geruild. Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nou. Wij allemaal wel, jij niet? Braaf Rick. Ja. Nee. Ik heb wel eens cadeaus gehad, zou ik eerlijk zeggen, waarvan je denkt, nou, dit ga ik nooit gebruiken. Of soms ook kledingstukken. Vind ik altijd hele moeilijke cadeaus. Want dat vind ik soms helemaal niet leuk. Maar nog nooit teruggebracht. Nee, dat vond ik of te veel moeite. Of te veel moeite. Ja, ik wel. Ja? Ik heb vroeger op kinderfeestjes, dan had je wel eens wat dubbel. Ja. En dan moest ik het wel terugbrengen. Ja, maar dan is het op zich vrijloos. Ja. Ik heb wel eens een keer een boek gehad dat ik dan vervolgens als cadeau aan iemand anders heb gegeven. Die heb ik ook gedaan, maar dat is toch top? Dat is legit. Wordt het in ieder geval gebruikt. Ja, vind ik ook, ja. Maar heb je dan wel gelezen en gaf je daarna weer weg? Nee, want ik had er dan twee, zeg maar. Oh, dus, oké. Ja, nee, dat kakboek, weg ermee. Ja, nee, zo ergens niet. Ik heb me nog nooit ziek gemeld terwijl ik niet ziek was. Nou, dan moet ik... Op school of op weg. Ja, dan moet ik hier echt gaan zitten. Ja. Nou ja, zeg. Maar Maar jij bent altijd elke dag naar school gegaan. Altijd. Ik geloof het ook niet, Klaas. Nee, dit is gewoon niet waar. Heb je nooit zo gedaan? Man, ik voel me niet lekker. Nee. Oké. Snel hierheen. Oké. En de laatste. Ik heb nog nooit gezegd, dat kan ik wel, terwijl je het eigenlijk nog niet kon. Oh, dat is mijn hele carrière. Ja? Dus... Ja? Oké. Zo? Ik weet niet zo goed. Ja? Nee? Ja, ik kan me niet echt herinneren dat ik dat heb gedaan. Nee ik ook niet. Nee. Ja. Maar met wat hebben jullie dat gedaan? Nou ja, ik heb wel eens ergens heen moeten bluffen. Dat ik dacht, oh, dat lukt wel. Nee, maar als je dan een nieuwe uitdaging krijgt in je werk of zo, en dan zeg maar je kan het toch? Ja, maar dat weet je dan niet van tevoren. Dus maar heb je iets wat je totaal niet kon? Klaas kan alles. Wat? Dan moet je hier zijn, toch? Wat? Oh ja. Nee, maar ik bluff me er doorheen en uiteindelijk komt het wel goed. Dat is waar. Okay. Maar van tevoren denk ik van eigenlijk weet ik nog niet of ik het kan.